Hoi allemaal, welkom bij deze eerste live uitzending in de Facebookgroep van Marianne Design. Winnie Kleiberg van Marianne Design die stuurde mij een tijdje terug een e-mail of ik het leuk vond om ook een keer in hun groep een live workshop te gaan geven. Dus niet echt een demo, maar echt een workshopje om een kaartje samen met jullie te maken. En dat leek me eigenlijk wel hartstikke leuk, dus vandaar deze allereerste live uitzending. Aan mij de eer, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden. Ik geef natuurlijk al wel veel vaker live uitzendingen, dus er zijn natuurlijk al wel heel veel die weten hoe de live uitzendingen werken. Voor degenen hier uit de Marianne Design groep die nieuw zijn en die nog niet eerder een live uitzending hebben meegemaakt, ik ga straks samen met jullie een kaart maken en ik ga dat stap voor stap laten zien hoe dat allemaal gaat. Als het goed is, hebben jullie ook wat spulletjes voorbereid. En ondertussen probeer ik de vragen mee te lezen. Het kan soms voorkomen dat ik een vraag van jullie niet lees, maar dan probeer ik die achteraf nog even te beantwoorden. Dus jullie kunnen gewoon ondertussen vragen stellen en ik probeer zoveel mogelijk te helpen. Vanavond gaan we deze leuke vouwkaart maken. Je kunt hem in principe gewoon als een vierkante kaart kun je hem verzenden. En als je hem openklapt heb je hier dat leuke pop-up gedeelte. En dat is eigenlijk de basis van de kaart, dit pop-up gedeelte. Want je hoeft hem ook niet te maken zoals ik heb gedaan. Je kunt hem gewoon met je eigen papier doen, naar eigen idee. Dus kijk gewoon wat je leuk vindt. Want vind je het bijvoorbeeld ook leuker om dit pop-up gedeelte aan de andere kant te doen? Dan kan dat natuurlijk ook. Dan moet je alleen even de tekst andersom gaan doen. En op deze kaart ook de decoratie andersom gaan doen. Dus dat is wat we vanavond gaan maken. En daarbij gaan we dus werken met de nieuwe designfolders van Marianne Design. Deze designfolders, dat zijn dus embossingfolders op het formaat van 14,5 bij 14,5. En daarbij zitten wat prachtige stansmallen van Anja van Daar. Dus die koop je dus als compleet pakketje. Er zijn deze maand twee verschillende uitgekomen. Dat is dus deze waar ik dit voorbeeldje mee heb gemaakt. En dat is deze embossingfolder. Dus er zijn twee verschillende soorten. Van deze heb ik ook een voorbeeldje gemaakt. Dat is deze kaart. Ik zal even kijken wanneer die in beeld komt. Want dat is voor degene die ook nieuw kijken. Bij mij, of het beeld komt altijd ietsjes later. Dus af en toe moet ik even wat dingen langer in beeld houden om te kijken hoe het eruit komt te zien. Arinda, je hebt inderdaad een snijmesje nodig. Die moet ik zelf ook nog pakken, bedenk ik me net. Maar dit is dus een kaart met die andere designfolder en daar heb ik dus een flapje er overheen gemaakt. Dus hier heb je gewoon het geëmboste gedeelte en er zit een leuk flapje overheen. Dit is ook een van de projecten van de Marianne Design Workshop dag. Ik weet niet of iedereen inmiddels ook al klaar zit voor de workshop, want dan gaan we zo ook gezellig van start. Want anders wordt het wel heel erg laat. Ik heb hier voor mijzelf even een geschreven variant gemaakt. Dit ga ik straks gewoon even oplezen tijdens het werk, zeg maar. Na afloop zal dit ook op de website van Marianne Design te zien zijn. Dus de geschreven werkbeschrijving komt om de website te staan. Ali Kouthuis, vanavond is ze gewoon vanuit huis, dus mama is er niet. Ali, dat kan niet kloppen dat je niks ziet. Ik heb gewoon beeld, dus ik denk dat het bij jou ligt. Dan zou je eventjes opnieuw op moeten starten. Yvonne Bongs, als je geen geluid hebt, moet je even kijken bij je eigen instellingen, denk ik. Nou, ik ga dit even aan de kant leggen en dan gaan we snel van start. We gaan beginnen met het, ik wil jullie nog wel even dit peperpetje laten zien. Want dat is vaak, als je een peperpetje koopt, dan kan je gewoon niet zien wat voor mooie
papier er allemaal in zitten. Zeker voor de mensen die afhankelijk zijn van webwinkelbestellingen is dat gewoon makkelijker om het keer in het echt te zien. Dit is bijvoorbeeld een vel met hele mooie hartjes erop. Alles zit er vier keer in, maar ik heb het papier dus al gebruikt, dus bij mij is het niet meer compleet. Een vel met bijpassend roze, ja, designpapier. Een beetje goudkleurig. Dan een hele mooie zandbeige kleur. Eén met een heel mooi patroontje. Dan één met de driehoekjes. En één met prachtige rozen. En dat zijn dus echt hele mooie voorjaarskleuren. Dus dat is het Sweet Romans Paper Pad van Marianne Design. Bij interesse, het artikelnummer is PK9153. En dit is dus gewoon bij alle goede hobbywinkels te koop. Melta die is volgende week vrijdag en zaterdag, dus 19 en 20 januari. Ik heb hier alles gesneden, voorbereid, dus we gaan van start. Ik hoop dat jullie er ook klaar voor zitten. We gaan beginnen met de basis van 14,5 bij 29 centimeter. Joke, dan moet je even kijken bij je eigen instellingen. Want waarschijnlijk ligt het aan je eigen instellingen dat je geen geluid hebt. Ik ga even rillen met mijn papiersnijder. Ik heb een papiersnijder die zowel kan snijden als rillen. Heb je dat niet, dan ga je gewoon eventjes rillen. En dat doe je op 14,5 centimeter. Dus je gaat in principe de kaart gewoon door de helft vouwen. Dus dat mogen jullie allemaal even doen. Dat is het begin van de workshop. Dus dat is nog wel heel makkelijk. Ik zal even wachten totdat jullie zover zijn. Want bij de volgende stap, dan kan je er zelf voor kiezen of je gaat deze flap zelf dubbel vouwen. Of je gaat het exact uitmeten. Ik ga hem zelf dubbel vouwen. En wat je dan doet is deze precies op de vouwlijn leggen. En deze achterkant duw je in één keer plat naar beneden. En die ga je met je vouwtool even overheen. Dus het is de bedoeling dat je drie rillijnen krijgt. Wil je dat niet op deze manier doen, wil je liever aftekenen, dan moet je hem dus op 7,25 centimeter afmeten. Ik hoop dat dat voor jullie duidelijk is. Dus in principe moet je eigenlijk dus op 7,25 centimeter een rillijn maken. En op 14,5 centimeter een rillijn maken. Dus ik zal even wachten totdat jullie zover zijn. Nettie Nihot, die papiersnijder, die is van Vasen Create. Of Vasen Creative, ja. Laat even in de reacties weten of het bij jullie lukt tot nu toe. Overigens, dit is dus een uitzending in de groep van Marianne Design. Dus hier worden geen winkelgerelateerde vragen beantwoord. Dit gaat puur over het merk Marianne Design. Dus over de kaart waar we vanavond mee aan de slag zijn. En alle producten waar we vanavond mee werken zijn te krijgen bij alle reguliere hobbywinkels. Het volgende is iets lastiger. We gaan ons liniaal erbij pakken. En wat we nu moeten doen is, ik ga even mijn papier omdraaien. Dan ga je op 4,25 en 10,25 centimeter een hulplijn zetten. Wat ik zelf makkelijker vind, is mijn liniaal precies op 3 centimeter leg ik hem op mijn gerilde hulplijn. En dan teken ik daar even een
stip je op 0 centimeter en op 6 centimeter. En dat doe ik ook aan de onderkant. Dus ik zorg dat mijn liniaal precies die 3 centimeter op de rillijn ligt. En dan teken ik af op 0 en op 6 centimeter. Want we gaan aan beide kanten blokjes krijgen van 3 centimeter. Dus vandaar dat je aan beide kanten naast die rillijn een hulplijn moet hebben van 3 centimeter. Joke, dit wordt wel herhaald. De video blijft gewoon online staan en de hele beschrijving komt op blog van Marianne Design. Die tweede rillijn die was op 7,25 centimeter. Ik wacht even of dit lukt bij jullie. Dus je hoeft nu echt alleen maar even een hulplijntje te tekenen op 3 centimeter en op 6 centimeter. Dus aan beide kanten vanaf die rillijn een stukje aftekenen van 3 centimeter. Ja, Kobi, je hebt in principe je kaart zo liggen. Je gaat hem zo dubbel vouwen. Dan ga je aan beide kanten een stukje aftekenen van 3 centimeter. Dus aan deze kant 3 centimeter en aan die kant 3 centimeter. Tera, je kan nog wel snel beginnen. Dan zou je moeten rillen op 7,25 centimeter en op 14,5 centimeter. We gaan nu naar de volgende stap. En wat we nu gaan doen, is de liniaal exact op die aftekenlijn leggen. En dan gaan we hulplijnen tekenen op 0,5. Dan is het makkelijkste als jullie dat misschien even opschrijven. Op 0,5, op 3,5, op 4 centimeter, op 7 centimeter, op 7,5 centimeter, op 10,5 centimeter, op 11 centimeter en op 14 centimeter. Ik herhaal het nog een keer, ook aan de andere kant. Dus je legt je liniaal weer precies op die hulplijnen. En dan ga je de lijnen aftekenen op 0,5, op 3,5, op 4 centimeter, op 7 centimeter, op 7,5 centimeter, op 10,5 centimeter, op 11 centimeter en op 14 centimeter. Wat je dan krijgt is overal een stukje tussen van een halve centimeter en dan zit er een gat van 3 centimeter tussen. Dus ik zal het zo nog een keer weer herhalen. Dus het is 0,5, 3,5, 4, 7, 7,5, 10,5, 11 en 14 centimeter. En dat ga je aan beide kanten dus herhalen. In principe krijg je dan 8 van die snijlijnen straks. Dus het is nu alleen eventjes aftekenen. Hierna gaan we pas aan het snijden. Ik hoop dat dit voor jullie duidelijk is, anders hoor ik het heel graag van jullie. Dankjewel Wilma voor het melden van die snijlijnen hier in de groep eventjes. Dat is wel fijn. Dus voor de mensen die later invallen, die kunnen dan ook nog eventjes de maten weer teruglezen. Als jullie dit gedaan hebben, dan gaan we aan het snijden, want we moeten deze lijnen dus gesneden hebben. En je hebt hier dit natuurlijk afgetekend, dus ik snij nu gewoon van puntje naar puntje.
Dan heb je exact de goede maat. Vind je dat lastig? Dan kan je ook voor jezelf even heel lichtjes met potlood een hulplijntje tekenen. Dan kun je dat straks gewoon weer afgummen. Dus even zo een klein hulplijntje tekenen. Dan weet je tot hoever je moet gaan snijden. En dan maak je dus bij al die snijlijnen of hulplijnen maak je even een inkeping. En dan krijg je dus dat pop-up gedeelte. Dus volgens mij is dit gedeelte niet zo heel erg moeilijk. Dus het is gewoon puur even het snijden wat je nu gaat doen. Hier komt dus een klein strookje tussen van een halve centimeter. Dan heb je weer een blokje van 3 centimeter ertussen. Even kijken. Nee, we gaan niet die beschrijving van tevoren erin zetten, want dan is het ook geen live workshop meer. Het is juist het idee van een live workshop en voor degenen die het moeilijk vinden, die kunnen het gewoon achteraf nog weer maken. Ja, het zou best kunnen dat je dit al eens eerder hebt gemaakt. Ik heb ook nergens gezegd dat het een originele workshop is die ik heb uitgedacht. Dit zijn gewoon ook ideetjes wat ik ook op Pinterest vind. En dan af en toe worden de maten gewoon wat veranderd, soms een eigen twist eraan. Het is gewoon de gezelligheid van samen even aan het knutselen. En het is vanuit Marianne Design ook gewoon even leuk. Ze willen graag met de nieuwe producten, ja, met z'n allen een online workshopje gaan doen. En dan als je dit gedaan hebt, kan je al die blokjes gaan vouwen. Dus die kleine strookjes van een halve centimeter duw je naar achteren. En die andere gedeeltes duw je naar voren toe. Dit is een heel handig vingermesje van Hobby en Crafting Fun. Die kunnen eigenlijk alle winkeliers kunnen die wel voor je bestellen. Wat ik nog vergeten ben. Je moet die achterste lijn moet je even nog gaan rillen. Dat is deze lijn, dat hulplijntje wat we net hebben getekend aan het einde van de snijlijn. Die gaan we rillen zodat je de hele kaart ook nog kan vouwen. Dan staat hij net wat mooier. Dus daar kan je nog eventjes de rillijn overheen doen. Die gaan we heel voorzichtig dan even vouwen. En deze ook nog even. Lukt het tot nu toe nog steeds bij jullie? Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wie er allemaal gezellig nu meedoen. Dus laat gerust een reactie achter in de groep. Probeer hem te lezen en anders reageren de andere leden wel. Gezellig met z'n allen kletsen maakt het alleen maar leuk met zo'n workshopje. Dus dit is de basis van de kaart wat je gaat krijgen. Dus echt dat klapsysteem en je kan hem gewoon ook plat verzenden. Nou, fijn dat het tot nu toe bij jullie ook allemaal nog lukt. Mooi. Ik heb nu eigenlijk eventjes geen gummetje in de buurt. Ja, toch wel. Ik ga even een gummetje pakken. Dan kan ik even mijn hulplijntjes nog weggummen.
Ik doe dat wel vaker gewoon op de voorkant van de kaart mijn hulplijnen maken. En dan gum ik het na die tijd gewoon weg. Dan zie je het nooit weer. Zo. Dan gaan we, ik ga gelijk even door naar de volgende stap, want dan mogen jullie allemaal die kleine blokjes van 8 bij 8 of van 2,5 bij 2,5 centimeter mogen jullie gelijk hierop gaan plakken. Dan gaan we gelijk door met de decoratie. En dat is niet zo moeilijk, dus daar heb ik weinig bij uit te leggen. Ik heb zelf de randjes hiervan eerst even bewerkt met een peperdistresser en daarna wat witte gesso erlangs gedaan. Dat vind ik zelf altijd een heel mooi effect, maar dat hoef je dus niet te doen. Ah, leuk dat je pas begonnen bent, Ellie. Mocht je wat vragen hebben, laat het gerust weten. Daarvoor zijn we er ook. We zijn er voor om elkaar te helpen. En mocht je dit toch nog wat moeilijk vinden, het filmpje komt ook op YouTube te staan. Je kan dan op pauze drukken. Dan kan je af en toe gewoon even een keer weer terugkijken. Dan worden sommige dingen misschien net weer wat duidelijker. En anders, als je vragen hebt, stel ze in de groep. Er zijn altijd mensen die je ergens mee kunnen helpen. Zeker hier in de Marianne-groep zijn meer dan 11.000 leden. Dus er is altijd wel iemand bereid om te helpen. Ja, ik heb inderdaad wel zo'n distressrandje eromheen gedaan. Maar dat is nu voor de live-uitzending gewoon veel te veel werk om te gaan doen. Dus dat heb ik allemaal van tevoren al voorbereid. Zo, dat zijn de vierkantjes. Nu had ik op de vierkantjes had ik een tekst gedaan. With love. Dat heb ik met de craftables van, of de collectables van Marianne Design gedaan. Met het hele mooie alfabet. Maar nu is dat natuurlijk altijd lastig om uit te staan, op te plakken. Omdat dat hele fijne letters zijn. Nu heb ik daarvoor wat dubbelzijdig tape. Dat is in eigenlijk alle hobbywinkels wel te koop. Het is te koop op rol of op velletjes. A4 formaat. Dat plak je achter je designpapier. En dan maak je er als het ware gewoon een sticker van. En dit gedeelte kun je dus nu gewoon door je stansmachine gaan doen. Dus je maakt er nu een sticker van met zo'n rol van de dubbelzijdige tape. Ik vind dat echt ideaal spul. Wat je dan doet is gewoon je malletje hier opleggen. En dit geheel gaat nu door de stansmachine heen. Ik heb de stansmachine buiten beeld staan. Dus ik ga hem daar even doorheen doen. Dat zal even wat lawaai maken. Ik heb zelf de Gemini, de elektrische stansmachine. Dus die maakt eventjes wat geluid. Ik ga het even allemaal klaarleggen. Dus hebben jullie de letters ook klaar liggen, dan mogen jullie de letters nu ook vast gaan plakken. De runlijn moet inderdaad aan beide kanten van de vierkantjes. Ja, jullie mogen deze kaart ook gerust morgen allemaal op je gemak nog maken. Dit is alleen voor de mensen die het leuk vinden om live te knutselen. Maar ik snap dat dat voor sommige mensen echt moeilijk is. Dus het blijft allemaal in de groep staan hoor. Kijk, je hebt er nu gewoon een sticker van gemaakt. Sommigen zullen er in één keer uitvallen, sommigen niet. Ik ga dezelfde tekst weer doen. Het
het papiertje, het beschermfolietje is er bij deze al afgevallen, dus het is nu al gelijk een sticker. En deze kun je hier dus gelijk op gaan plakken. Ik vind dit zelf echt wel een heel erg mooi alfabet. Even een prikketje om hem eruit te halen. Zo. Kijk, en nu heb je gewoon helemaal niks, geen geknoei meer met lijm of lijmrestjes die ernaast gaan zitten. Ik vind dit echt een uitkomst. Er zijn er natuurlijk wel die ultra fine tip lijmflesjes, maar dan nog gaat mijn voorkeur zeker met alfabet en zulke soort dingen echt naar dit soort folie erachter. En je bent er ook veel sneller mee klaar. Dat vind ik dan ook wel weer een voordeel. Even kijken, de V gaat er nog bij. Ik hoop dat jullie ondertussen ook al bijna klaar zijn met de letters opplakken. Dat het nog steeds lukt. Ja, dit alfabet is inderdaad voor Project Life ook heel leuk. En het leuke ervan is dat ook gelijk bij dit alfabet de kleine letters er ook bij zitten. Dus je kan er ook heel mooi mee spelen met hoofdletters en kleine letters. Zo, dat is dit gedeelte. Dan hebben we, als het goed is, twee strookjes designpapier. Ik heb die met rozen. Dat zijn die van 4 bij 14 centimeter. Joke Klaassen, die rolletjes kan je gewoon bij de betere hobbywinkels, die kunnen ze allemaal wel bestellen. Zijn van diverse merken te koop. Van Craft Emotions heeft ze ook wel. Craft Emotions is een groothandel, die heeft dit ook wel in het assortiment zitten. Dus vraag het even bij je hobbywinkel, die kunnen het allemaal wel voor je bestellen. Deze strookjes designpapier van 4 bij 14 centimeter, die plak je aan beide kanten. Of was 3,8, omdat je anders net niet goed uitkwam met je strookje hiernaast. Dus uit mijn hoofd meen ik dat het 3,8 was. Die mag je alle twee even opplakken. Als je het in huis hebt, dan zou ik het zeker gaan gebruiken. Want dit is echt een uitkomst. Ook voor echt hele fijne kleine malletjes. Ik wil niet meer zonder. Dat zal inderdaad, zoals Boekenvoorbeeld, ook wel te koop heeft. Deze letters die kun je ook met kurk wel gebruiken hoor. Dat gaat prima. Nou, dit gedeelte is klaar. Dan had ik zelf op mijn kaart die mooie embossingfolder gebruikt. Nou, ik weet niet of jullie de embossingfolder al kennen, hoe die werken. Ik zal deze even ter plekke er doorheen draaien. Wat je dan doet is een embossing folder, die heeft altijd een positieve en een negatieve kant. En die plek je eigenlijk tussen elkaar, waardoor je dat relief krijgt. Je legt het stukje papier van 4 bij 14 centimeter, dat licht roze, dat leg je op je malletje. Ik leg hem precies aan de zijkant, zodat ik weet dat ik hem helemaal gelijk heb. Dat hij recht is.
Deze klap je dicht en dan leg je hem tussen de platen van je snijmachine. Ik heb zelf dan de Gemini. Ik hoef dan alleen maar de twee transparante platen te hebben. En daar gaat hij tussen. Kijk even voor je eigen stansmachine welke platencombinatie je moet hebben. Want dat is bij elke machine verschillend. Nu heeft Marianne sinds kort ook de 3D embossing folders. Daarbij heb je nog weer een andere platencombinatie nodig. Marianne Design heeft op de website wel staan welke platencombinaties je dan nodig bent. Dus dit zijn gewoon 2D embossing folders. En ze hebben ook 3D embossing folders. Dus let daarbij even op met het verschil. Kijk, als je deze eruit haalt, krijg je dus dit leuke effect. Ik heb bewust mijn strookje nog even in zijn geheel gelaten, want ik wilde hem exact door laten lopen. Ik ga deze nu door de helft snijden, dus op 2 centimeter, omdat ik aan beide kanten een strookje wil hebben. Ik leg deze weer op mijn snijmachine. Nu heeft deze snijmachine heel handig in het midden ook nog een hulplijntje. Dus je kunt altijd zien of je papier ook helemaal daadwerkelijk recht ligt. Omdat ik bij de rest van mijn kaart ook de paperdistressor heb gebruikt, doe ik dat bij deze strookjes ook nog even snel. Met de paperdistressor maak je de randjes dus iets oud. Of iets ruw, zeg maar. Deze strookjes mag je dan ook op je kaart op gaan plakken. De mensen die mijn kaarten gewend zijn, die weten dat ik ook altijd de randen even wit maak. Ik doe het zelf met een beetje gesso. Dat kun je met een kwastje doen of met een sponsje. Ik doe het nu even met een sponsje. Dat gaat ietsje sneller. En ik dep daar heel iets lichtjes mee langs de kaart. Dit droogt in principe heel snel. Kijk, je hoeft het echt niet veel te doen. Gewoon af en toe even aanraken. Want ik merk ook heel vaak bij de workshops die wij in de winkels geven, dat mensen vaak veel te veel gesso gebruiken. Je hoeft echt maar een heel klein beetje te gebruiken. Want te veel, dan krijg je echt van die dikke klodders. Dat ziet er niet mooi uit. Dat is een paperdistressor. Dat is een soort radertje met mesjes erin. Dit strookje plak je weer precies op de helft hier overheen. En ook met de lijm. Gewoon weinig lijm erop doen. Veel mensen gebruiken veel te veel lijm, waardoor de kaarten ontzettend gaan bobbelen. Ik ben een hele slechte in de verkoop van lijm, want ik gebruik er gewoon minimaal van. Wat dat betreft ben ik geen goeie voor de hobbywinkels. Van dit soort dingen gebruik ik echt weinig. Maar dat geeft wel het mooiste resultaat. Kijk, nu hebben we in principe deze kant al af. De vlinders en de plakparels doen we als laatste nog eventjes. Dus ik hoop dat jullie ook al zover zijn met deze kant. Dat het bij jullie lukt. Jeannette, dat is inderdaad gewoon bij de hobbywinkels wel te koop. Het heet een paperdistressor. Je kan het altijd vragen aan je winkelier of ze het voor je kunnen bestellen. Arinda Zilverberg, in de Double Dough is het inderdaad wat lastiger. Ik weet aan mijn hoofd even niet meer welke combinatie dat was. Vroeger heb ik met de Double Dough wel gedaan en toen deed ik het met broodplankjes van de Marskramer. Dus daar zou je, daar durf ik voor nu dan even niet te zeggen hoe je dat 1, 2, 3 op kunt lossen. Misschien dat iemand in de groep het verder weet. Nu dit gedeelte klaar is, gaan we even door naar de andere kant. Dan gaan we beginnen met de opbouw van ons project. We gaan beginnen met het grote stuk
of designpapier van 14 bij 14 centimeter. En die plakken we aan de linkerkant van de kaart. Je hebt de bloemetjes onderaan. Oh, maar dat maakt toch helemaal niks uit. Je bedoelt denk ik de bloemetjes van deze designfolder. Dat maakt niks uit aan welke kant je die hebt liggen. En daarbij, een ander weet het sowieso niet hoe het voorbeeld uitzag. En je hoeft het ook niet exact hetzelfde als die van mij te maken. Je kan het gewoon naar eigen idee doen. Even kijken, blauw en geel voor de double do lees ik. Ik heb zelf, ja, had ik een hele oude double do en die had nog grijze platen. Dus ik durf zo niet te zeggen wat dan de goede combinatie is. Maar ik zie dat inderdaad, de mensen reageren al massaal, dus dat is heel fijn. Super dat jullie zo meehelpen. Lukt het bij jullie allemaal nog steeds of ga ik te snel? Dan hoor ik het ook heel erg graag. Ondertussen pak ik even een slokje drinken. Ik zie in mijn beeld zie ik al twee schaartjes liggen. Ik ben echt heel erg met de schaartjes. Als ik aan het knutselen ben, dan verzamel ik alle schaartjes bij elkaar. Ik heb ze hier ondertussen. Ik zal het zo laten zien. Ik heb er al drie liggen. En dan nog ben ik uiteindelijk altijd mijn schaar kwijt. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor jullie. Ik zag het in één keer liggen. Ik denk, dat vind ik wel even grappig. Weer verder met de kaart. We hebben nog wat strookjes designpapier. We hebben nog een stukje van 7 bij 9 centimeter. Ja, als je alles wilt distressen, dan ga ik inderdaad wel heel snel. Maar volgens mij had ik daar bij de beschrijving ook bij gezet dat het peperdistressen alvast van tevoren moest. Want dat redden we gewoon niet in de uitzending. Als je echt wil gaan distressen en met gesso wil doen, dan zijn we zo dik 2 uur verder. En dat lukt gewoon echt niet. We hebben een strookje van 7 bij 9 centimeter. Die plakken we hier bovenaan. En dan nog een klein stukje van 6,5 bij 6,5 centimeter. Meen ik uit mijn hoofd. Ik ga even de beschrijving erbij pakken. 6,5 bij 6,5. En die plakken we hier ook op. Dus ik leg ze gewoon hier recht tegen elkaar aan. Geef niks zo, Thea, maar probeer gewoon wat je kan met het meedoen nu. En anders zou je hem gewoon even later af moeten maken. De beschrijving komt in de groep te staan, dus geen nood. Deze heb ik zelf tegen de bovenste rand aangeplakt. En deze plak ik hier iets onder. Even kijken of ik ondertussen jullie vragen zie. Marijke van Elk, jij vraagt wat dit is. Dit is mijn peperdistresser. En ik heb er zelf even lintjes bij aangedaan, zodat ik hem niet zo snel kwijtraak. Dan heb ik hem iets makkelijker in mijn werktoot liggen, zeg maar. Voor degene voor wie het te snel gaat, maak hem gewoon morgen lekker af. Kijk gezellig mee nu, klets mee. Helemaal niet erg. Morgen is er weer een nieuwe dag. Het kan inderdaad dat dit voor sommigen gewoon net iets te snel gaat. Waar wij nu mee verder gaan, voor degene die de spulletjes klaar hebben gelegd, als het goed is, had ik gevraagd om deze alvast uit te stansen. Of als je een ander soort framepje hebt, of alleen designpapier hebt, prima. Dan gaan we daarmee aan de slag.
Ik laat even zien hoe het werkt met deze embossing folder. Moet ik eventjes mijn stansmalletje erbij hebben. Bij de embossing folder zit ook een stansmal voor dit golfrandje. Je legt je papier zoals je hem wilt hebben. Ik wil hier onderaan nog een klein randje overhouden. En aan de bovenkant ook een klein mat laagje overhouden. En dan leg ik deze mal hier precies overheen, zodat ik dit uit kan gaan stansen. Ik plak deze vast met het mallentape van Marianne Design. Welke rand snijdt niet, Petra? Als het goed is, blijft die een gedeelte aan je papier zitten. Dus daarom had ik ook gevraagd om deze te snijden uit een strookje van volgens mij 9 bij 14,5 centimeter. Dus hij blijft aan je kaart vastzitten, normaal gesproken. Deze heb ik nu hieraan. En dit ga ik eventjes weer buiten beeld door mijn stansmachine doen. Even de goede platencombinatie erop leggen. Het filmpje blijft hier ook gewoon in de groep van Marianne Design staan. Dan kan je aan de linkerkant bij video's kijken. Daar staat hij ook altijd bij. En ik heb zelf wel een YouTube kanaal. Daar komt hij ook op te staan. Kijk, en deze heb je nu precies in de juiste volgorde. Die buitenste randjes moet je nog even ietsjes bijknippen. En dan past dit framepje hier weer precies op. En op die manier kan je dus heel mooi zo'n mat laagje maken met deze mal. Dus daarvoor zit dus dit stansmalletje erbij. Even gelijk weer opruimen voordat ik hem kwijtraak, want het zijn van die kleine malletjes. En dan mag je dit gedeelte mag je hier op gaan plakken. Dus ik hoop dat het voor jullie zo duidelijk en zichtbaar was. Mochten jullie nog vragen hebben over de werkwijze van deze mal, laat het ook gerust weten. Deze doe ik ook echt even met die ultra fine tip een klein randje van lijm geven. En zoals onder de bloemetjes doe ik even een beetje lijm. Ik ga gewoon de lijntjes een beetje volgen. Niet te veel lijm. Nu heeft deze ook wat opstaande blaadjes. Die zal ik zo even laten zien. Daar doe ik geen lijm onder, want die ga ik natuurlijk straks even omhoog doen voor een mooi pop-up effect. Ik laat het zo in beeld even zien. Deze plakken we hier netjes op. Zeker de zijkant even goed aanduwen en de bovenkant. Dan weet je zeker dat hij goed vast zit. Kijk, deze blaadjes, die zitten er allemaal los op. Dus die kun je nog even heel mooi omhoog doen voor een mooi pop-up effect. Daar had ik dus geen druppeltje lijm onder gedaan, zodat ik ze nu nog wat omhoog kan wippen.
kun je uiteraard ook even met een pincet doen of even met een mesje eronder gaan. Dat is maar net wat je zelf het makkelijkste vindt. Ik ga er even met mijn nagels onder, dat gaat ook wel makkelijk. Even kijken of ik nog weer wat vragen zie ondertussen. Ik zie iets over een mallenkoffer. Volgens mij heeft Marianne Design zelf ook wel mallenkoffers in het assortiment. Ik durf het zo even niet meer uit mijn hoofd te zeggen. Maar de mallen kun je op allerlei verschillende manieren opbergen. Als je het echt wil weten, zou je natuurlijk ook altijd een oproepje hier in de groep kunnen doen. Dan kan iedereen kan natuurlijk even laten zien hoe die zijn mallen opbergt. Dit gedeelte, wat we nu hebben gesneden, gaan we onderaan de kaart plakken. Dus ik heb hem zelf echt op de onderste lijn geplakt. Dat mag iedereen nu gaan doen. Dus deze strook onderaan vastplakken. Lukt het bij jullie nog steeds? Monique Rosbergen, of deze bij de Pipo's te koop is, ik denk het haast wel. Ik weet niet wat die allemaal in het assortiment hebben. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik ga ervan uit dat ze het wel hebben. Dus we zijn nu al een mooi eind op weg. Deze flapjes even weer naar achteren duwen. Ze schieten af en toe weer naar voren. Het zal bij jullie in het begin ook nog wel, hoe vaker je de kaart open en dicht doet, hoe makkelijker het blijft staan. Ik heb een leeg lijnflesje en daar heb ik Dutch Doobedoe lijm in gedaan. Lianne, we gaan hier verder geen reclame maken. Dit is gewoon even een algemene live uitzending. Dit is gewoon te koop bij alle goede hobbywinkels. Dus dat wil ik gewoon even duidelijk hebben. We zijn hier gewoon voor het merk Marianne Design. En we promoten dus de materialen van Marianne Design vanavond. Het kleine strookje van 1 bij 14,5 centimeter of een smal lintje kan je hier nog onderaan ter decoratie plakken. Dus daar kan je ook een lintje op doen, daar kan je een strookje designpapier op doen, net wat je zelf leuk vindt. Ik had zelf bewust even hetzelfde kleurtje designpapier er weer achter gedaan. Even kijken. Ik wacht even op jullie reacties. Of jullie nu ook allemaal zover zijn. Of ik verder kan gaan weer met de volgende hint. Of dat ik heel eventjes moet wachten. Want als ik te snel ga, dan hoor ik het ook heel erg graag. Want ik heb natuurlijk deze kaart al eerder gemaakt. Dus voor mij zal het allemaal wel... is het makkelijk om te doen. Maar misschien dat jullie zoiets hebben van help, het gaat wel allemaal heel erg snel. Nou, ik zie dat het bij jullie ook nog lukt. Dan de volgende stap. Ondertussen ben ik aardig van mijn... Ik had eigenlijk de planning gehad dat ik gewoon mijn geschreven workshop helemaal voor zou lezen. En dat ik dat allemaal stap voor stap zou gaan doen. Maar ik ben eigenlijk gewoon helemaal van mijn lijstje afgeweken. En ik doe nu gewoon even alles zo uit losse hoofd. Maar dat maakt niks uit. De volgende klopt nog steeds volgens mij. Wat we nu gaan doen is het uitgestanste of uitgeknipte plaatje op een stansje plakken. Of op een cirkel van...
circa 9 centimeter. Ik heb hiervoor dan het knipvel gebruikt van Marianne Design. Dit is uit mijn hoofd, de MB170. Dus dat is een plaatje van Matty. Dat zijn echt ontzettend mooie plaatjes. Deze mag je op de cirkel gaan plakken. En onder de cirkel mag je, als je dat in de buurt hebt liggen, wat foamtape gaan plakken. Ik doe onder dit soort plaatjes eigenlijk altijd een klein beetje foamtape. En ik zal straks uitleggen waarom. Ik heb hier een rolletje in de buurt liggen. Ik knip daar gewoon een strookje vanaf en die knip ik even door de helft. Dat is weer in het kader van zuinigheid met vlijt. En daar maak ik een vierkantje van. Dus ook hier weer een klein stukje afknippen. En zo bouw ik even een vierkantje onder mijn kaartje. Het mag ook een rechthoekje of maakt in principe niet zo heel veel uit wat voor vorm. Je hoeft in ieder geval niet je hele plaatje te bedekken. En wat ik heel vaak doe is de zijkanten een beetje vrij laten. Deze haal ik eraf. Hey, leuk dat je er ook bent, Winnie. Wat je nu doet is het plaatje in het midden opplakken. En daarachter ga ik nog een klein beetje wondgaas doen. Dat wondgaas kan je gewoon bij de drogist halen. En omdat ik hem nu dus half open had gelaten, kan je dit nog heel mooi onderdrukken. Met mijn schaar trek ik het iets naar beneden toe. Kijk, en op deze manier kan je er, nadat het plaatje vast zit, kan je er nog wat decoratie achter doen. En je kan dit gedeelte dan eventueel nog weer met een druppeltje lijm vastmaken. Ik doe dan gewoon kriskras een klein beetje lijm eronder. Even aanduwen en dan zit het ook wel goed vast. Dus op deze manier duw ik eigenlijk mijn decoratie de laatste nog weer achter. Ik ga ondertussen eventjes mijn lijmpistool aanzetten, want de bloemetjes die ik gebruik, die doe ik heel vaak met een lijmpistool vastplakken. Dat vind ik gewoon het makkelijkste, dan zit het gewoon echt muurvast. Ik had zelf hiervoor een hele mooie... Kijk, ik heb hier dan die decoratie zitten. Ik heb daarvoor zelf een blaadje uitgestanst. Dat is deze tak. Uiteraard ook van Marianne Design. Ik heb daarop heb ik twee lintjes gedaan en het bloemetje. Voor degene die ook lintjes hebben, die mag je alvast gaan strikken. Ik ga dat ook alvast even doen, dan kan mijn lijmpistool ondertussen warm worden. Voor degene die moeite hebben met strikken, ik zal mijn strikje nog even een keer voordoen. Ik doe deze zonder strikjesmaker. Wat ik doe is, mijn lintje pak ik zo vast. Ik draai mijn lintje eroverheen. Ik pak hem aan deze kant vast en duw ik hier voorlangs. En die trek je aan de andere kant eruit. En dan zorg je dat je beide uiteindes in je handen naar beneden trekt. Ik doe het zo bij het roze lintje ook nog een keer voor. En op deze manier krijg je altijd mooie strikken met het middengedeelte mooi strak en de uiteindes naar beneden.
Ik doe het zo met het andere lintje nog even een keer weer voor. Het nummer van die tak. Ik ga hem zo even voor je opzoeken. Ik ga nog een keer het lintje doen. Dus je doet hem dubbel in je hand. Je doet het lange einde over je vingers heen. Aan de achterkant hou ik hem even tegen. Dit gedeelte druk je hier onderdoor. En je doet je duim door de beide lusjes. En dan met je handen trek je deze naar beneden. Moet je even handigheid in krijgen, maar het is helemaal niet moeilijk. Dus oefen het gewoon even. Desnoods dit filmpje later terugkijken. Af en toe even op pauze zetten. En goed oefenen. Om die puntjes mooi in het midden te krijgen, vouw ik mijn lintje dubbel. En knip ik zo het lintje schuin af. Ah, dankjewel voor het nummer van de tak, Helga. Monique, probeer het gewoon eens op deze manier met het strikje. Lukt het niet, dan is er altijd nog een strikjesmaker. Die is op zich ook wel heel makkelijk. Maar als je het zo met de hand kan, is het natuurlijk nog makkelijker. Ik ga bij mijn takje eventjes wat gesso erop doen. Dat had ik nog niet gedaan. In principe doe ik overal gesso op. Ik ben echt verslaafd aan gesso. Het geeft gewoon echt net een iets ander effect aan je kaart. Deze takjes kun je ook nog zelf helemaal gaan vormen. Ze hebben overal van die leuke snijrandjes in, dus je kan ze nog een beetje in model gaan vouwen. Ik hou zelf niet van die hele platte kaarten. Bij mij zijn de kaarten altijd wat boller. Ik weet dat ze met verzenden uiteraard wat platter worden. Maar dan nog, als de ontvanger ze binnenkrijgt, zijn ze meestal nog gewoon helemaal goed. Ik doe er vaak ook wat bubbeltjesfolie overheen of een stukje keukenrol. En dan gaat het 9 van de 10 keer gewoon echt goed. En worden het echt hele dikke uitgebreide kaarten, ja, dan zijn het vaak gewoon cadeautjes geworden en dan geef ik ze gewoon weg. Dus dan laat ik het niet aan de post over, maar dan bezorg ik ze liever. Kijk, zie je, zo krijg je een takje wat al veel meer gaat leven. Dus je ziet wel, hij is echt niet meer netjes recht. Dus ik ga echt mijn kaart een beetje vormen. Omdat ik met foam heb gewerkt, heb ik nog een klein beetje ruimte achter mijn plaatje. Ik schuif een klein gedeelte van deze tak hier achter het plaatje. En de rest laat ik hier overheen vallen. Ik ga hem hier even met een klein druppeltje lijm vastplakken. En dat ga ik ook hier aan de bovenkant doen. En voor de rest laat ik mijn tak helemaal vrij. Dus verder komt er geen lijm op mijn tak. Hou je niet van deze werkwijze, dan mag je hem ook gerust helemaal vastplakken. Dat is gewoon net aan jezelf. Dus kijk even wat je zelf makkelijk vindt. Dan hebben we nog de bloemetjes. Deze bloemetjes zijn ook gemaakt met een stans van Marianne Design. Ik weet het nummer even niet uit mijn hoofd. Maar die zit dus gewoon zo met alle 5 tegelijk aan elkaar vast. Dus die stans je in 1 keer uit.
Ik ga die bloemetjes nog even op kleur brengen, want ze zijn nog helemaal wit. Voor degenen die dat ook willen, die kunnen dat ook nog even gaan doen. Ik leg even mijn kaartje aan de kanten, anders heb ik niet genoeg werkruimte. Ik pak hiervoor wat vingerdabbetjes. Ik ga eerst beginnen met de groene kleur. Dankjewel voor de nummers, dames. Ik ga beginnen met de groene kleur in het hartje. En ik heb een de Versa Magic Inkt Spanish Olive. Ik doop met mijn dabbetje op de inkt en ik ga met dabbende bewegingen de inkt aanbrengen. Ik ga niet wrijven, maar echt sponsen. Wat je dan krijgt is dat je een beetje dat druppelige, korrelige effect krijgt. Dus dat je geen harde vegen gaat krijgen. Met die groene kleur doe ik alleen in het hartje. En dat herhaal je totdat je hem natuurlijk donker genoeg vindt. Ik hou zelf niet van die harde aanzetten, dus ik ga echt een beetje deppend eroverheen. Dat is de groene kleur. Voor de roze gebruik ik de Malted Mauve. Malted Mauve, lastige naam. En daar begin ik vanaf de buitenste kant, ga ik naar het groene toe. En ook dat zodat je zelf de kleur mooi genoeg vindt. Dus voor degene die dit niet willen doen en die ondertussen bij de kaart een beetje achterliepen, die hebben nu even tijd om een mooie inhaalslag te gaan doen. Bij dit soort dingen is het voor mij even lastig om de vragen ook tegelijkertijd mee te lezen. Dus ik mis nu eventjes een aantal van jullie vragen. Maar dus ik zie dat er heel veel mensen zijn die actief meehelpen met vragen beantwoorden. Dus hartstikke fijn. En de dingen die ik niet lees, beantwoord ik later nog eventjes. Mochten jullie dat ondertussen niet gedaan hebben. Ik vind het echt super tof dat er zo'n leuke grote groep aanwezig is om ook te helpen. Vind ik echt hartstikke tof. Dus als jullie dit leuk vinden, dan zullen we zeker vaker zo'n live workshop gaan doen. Maar dat ligt aan jullie. Als jullie zeggen van we vinden het helemaal niks, dan is er natuurlijk, dan zijn we er snel klaar mee. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Wat ik nog ga doen, is met mijn met een flower shaping tool eventjes de blaadjes bol maken. Dus ik ga alleen in het binnenste hartje maak ik hem even bol. Je kan deze bloem kan je op verschillende manieren op gaan bouwen. Dat is maar net wat je zelf leuk vindt. Ik doe het nu even op deze manier. Ik pak daarna mijn bloemetjes even en ik knijp ze even een beetje plat. Ik zal zo de rest ook nog even laten zien. Nou, fijn dat jullie dit leuk vinden. We gaan ons best doen om voor volgende maand ook nog weer wat uit te denken.
Ik ga hierop in het midden een plakpareltje doen van Marianne Design. Ik vind dit zelf echt geweldig mooie steentjes. Ik weet niet of jullie dit in beeld kunnen zien, maar deze glinstert dus gigantisch mooi. Dit zijn de gems. Ik weet het nummer eventjes niet meer uit mijn hoofd. Misschien dat iemand het ook weer uit kan zoeken, maar deze glinsteren echt heel erg mooi. Deze zijn al zelfklevend. Die plak ik in het hartje van de kleinste bloem. Dan gaat hier natuurlijk net dat plakketje af, zul je altijd zien. Nou, ik doe hem eventjes voor de zekerheid. Hier gaat net mijn ding af. Ik doe hem voor de zekerheid met een drupje lijm even erin. Wat ik nu doe is mijn bloemetje pakken en ik vouw hem helemaal fijn om de plakparel heen. Dus je maakt er een klein propje van. Dat kleine propje, daar doe ik weer een druppeltje lijm onder. En die plak ik in mijn tweede maat. En ook die vouw ik hier weer strak omheen en knijp ik aan. En dat gaan we herhalen bij alle maten. Dus je gaat alle 5 bloemen op elkaar plakken. En dan met een drupje lijm in het midden vastplakken. En de bloem er omheen vouwen. En ik knijp echt die blaadjes een beetje aan dat je dat gekreukelde effect gaat krijgen. En nogmaals, dit is gewoon één van de manieren om zo'n bloem op te bouwen. Je kan het helemaal doen naar je eigen idee. Wij geven alleen maar tips van hoe wij onze manier van werken het prettigste is. Een ander heeft weer andere tips, dus doe gewoon wat je zelf fijn vindt. Ik zie overigens wel dat ik wel eventjes de tijd in de gaten moet houden, want ik kan niet zo heel lang meer zitten. Dus de laatste afwerking zullen jullie straks zelf moeten doen. Maar we gaan nog eventjes de lintjes en de bloemetjes opplakken. Kijk, wat je nu gaat krijgen, je gaat de bloem nu uitvouwen. En zie je hoe je nu echt zo'n mooie speelse bloem gaat krijgen. Dus je hebt nu niet meer zo'n strakke, stijve bloem, maar echt een mooie, sierlijke bloem. En dan kan je er nog mee prutsen zoals je zelf wilt. Sommige blaadjes zullen ietsjes omgevouwen zijn. Die kan je allemaal weer terugduwen. Kijk, en zo heb je toch een hartstikke mooie bloem. Ook hierbij ga ik eventjes de randjes weer ietsjes met gesso bewerken. En dan gaan we de bloem opbouwen. Of ja, het lintje en de bloem, zeg maar. Ik doe even een druppeltje lijm onder mijn strik. Die duw ik even goed aan. Daarop komt mijn roze strik. Dit hou ik eventjes goed vast, zodat het even tijd heeft om te drogen. Ik doe dit soort dingen wel altijd met mijn lijmpistool, dan weet ik zeker dat het goed vast zit. En dan de mooie bloem er nog op.
En dat duw ik zo eventjes aan, zodat het goed vast zit. Kijk, nou op deze manier doe je de opbouw van zo'n soort bloementoefje. Heb je natuurlijk van het lijmpistool allemaal van die draden. Die halen we er zo meteen weer af. Dan hebben we nog de 3 nieuwe vlinders. Dat zijn dus ook nieuwe creatables, ook van deze maand. En die worden dus ontzettend mooi geëmbost. En je kan die vleugeltjes ook nog beide apart omhoog doen. En deze heeft ook de vleugeltjes ook nog ietsjes open. Deze heb ik ietsjes bewerkt met donkerroze stempelinkt. Ga je met je kussentje iets langs de randen heen. Dan vallen ze net wat meer op. En als ik bijvoorbeeld dit soort kleine vlinders op ga plakken, dan doe ik alleen maar onder het lijfje een klein beetje lijm. En dan plak ik alleen dat lijfje aan de zijkant vast, zodat die vlinder hier ook echt omhoog blijft. Datzelfde doe ik ook met die grote vlinder. Ook alleen onder het lijfje doe ik lijm. Dit zijn allemaal standjes van Marianne Design waar we vanavond mee aan het werk zijn. Dit zijn vlinders uit de laatste nieuwe collectie. Ik weet het nummer zo even niet uit mijn hoofd. Maar ze zullen vast wel, iemand zal het ongetwijfeld wel even willen noemen. En ook bij deze de vleugels even omhoog wippen en alleen het lijfje vastplakken. Hou je niet van die hoge kaarten? Doe gewoon lekker je eigen ding. Plak het dan gewoon helemaal plat. Je moet de kaarten maken zoals je ze zelf wil maken. Het is voor ons alleen maar een, om het aan te dragen, zeg maar. Om ideetjes en tips te geven. Ik had zelf die hele mooie plakparels had ik ook nog hier bovenaan in het hoekje geplakt. De mooie diamantjes. En als laatste had ik nog een paar kleine plakpareltjes had ik overal bij gedaan. Die ga ik later nog eventjes opplakken. Ook hier in het midden had ik nog wat plakparels gedaan. Dat komt later nog even. Ik wil het er hier nu even bij laten. Want ik denk dat jullie in principe ook zover zijn. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Dan zouden jullie nu nog snel vragen kunnen stellen. En anders lees ik ze straks achteraf. Ja, inderdaad weer 3 steentjes, Yvonne. Bij mij gaat alles per 3. Voor mensen die dat nog niet wisten, ik heb heel erg een tik met 3. Het moet allemaal in 3-voud. Zo heeft iedere gek zijn eigen gebrek, zeg ik altijd maar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie tevreden zijn over deze eerste live-uitzending in de Marianne Design Groep. De video blijft gewoon online staan in deze groep. Die kun je aan de zijkant vinden tussen de video's. Winnie heeft ook de beschrijving, als het goed is, op de website geplaatst. Dus dan kun je de geschreven beschrijving nog weer terugkijken. Het komt ook op ons eigen YouTube kanaal te staan. Dus de kaart is overal nog terug te vinden. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie er allemaal bij waren. Dat we zo'n leuke grote groep met kijkers hadden. Voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken. Voor de gezelligheid, voor de leuke avond. Agnes, ik doe niks op de achterkant. Normaal gesproken doe je toch ook niks op de achterkant van de kaart. Dan heb je ook de binnenkant en de achterkant heb je open. Dan maak je alleen op de voorkant van de kaart wat. Dus de achterkant laat ik gewoon zo.
Nou, bij deze dan nogmaals een hele fijne avond. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer. Doei doei!